Nou, PRP bestaat uit platelet-rich plasma. En daar zijn verschillende soorten methodes voor om PRP te maken. En ja, het is eigenlijk behandeling met je eigen bloed. Ja. Nou ja, de vampire facelift, zo wordt het ook wel eens genoemd. Het grote voordeel is dat je het met het eigen bloed doet. Dus het trekt met name patiënten aan die eigenlijk gewoon geen vreemde dingen in hun lichaam gespoten krijgen willen hebben. Ja, het nadeel is dat de PRP soms wordt soms een beetje gemarket. Zo, nou, het is echt een alternatief voor een filler. Nou, ik vind dat PRP niet als filler moet worden gebruikt. En dan heeft het, ja, dus dan vind ik gewoon dat het niet werkt, klaar. Waar je het wel voor kan gebruiken, bijvoorbeeld voor donkere kringen, ja, is ja, dat kan het echt een prima behandelingsvorm zijn voor donkere kringen die niet goed behandelbaar zijn met de andere middelen die ik heb. Ja, PRP kan je toepassen eigenlijk met name voor huidverbetering. Dus bijvoorbeeld als mensen echt een beetje een grauwige huid hebben, dan kan je PRP prima gebruiken. Je kunt het gebruiken ook voor de donkere kringen rond de ogen. En in de bepaalde gevallen kan je PRP ook gebruiken om bijvoorbeeld haarverlies te verbeteren.